Hallo, ik ben Sheriff van Siwi TV. En wie bent u? Ik ben Janine, ik ben de moeder van Finn, die gaat naar de Wolterschool. Van Jorre, die zit daar, die gaat ook binnenkort naar de Wolterschool. En Hidde, die moet nog een paar jaartjes wachten. En wat voor werk doet u? Ik ben directiesecretaresse en verder ben ik gewoon mama. Waarom bent u hier? Omdat mijn kinderen hier meedoen met het Bospolderpleinfeest. Oké, welke scholen doen hier aan mee? Volgens mij de Dr. Woltjeschool, de Boog en de Schrie. De rest van die naam ben ik vergeten. Oké, en hoe lang wordt dit feest dan georganiseerd? Dat zou ik echt niet weten. Nou, minstens 2 jaar, want Finn gaat hier al 2 jaar naar school. En die vertelde vorig jaar al van het Bospolderpleinfeest. Maar het zal wel veel langer zijn, denk ik. Oké. Moet ik deze voor jou bewaren? Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? In ieder geval allemaal spelletjes. En lekker gezellig samen eten en drinken. En volgens mij gaat iedereen zo meteen muziek maken op zelfgemaakte instrumenten. Oké, en de scholen hebben samen wijkregels gemaakt. Wordt daar ook vandaag nog iets mee gedaan? Nou, ik zie alleen maar kinderen die lief met elkaar spelen. Dus volgens mij weten ze de regels allemaal prima. Oké. Gaat hartstikke goed. Wat vindt u zelf het leukst van het feest? Nou, dat er goed van het Bospolderplein gebruik gemaakt wordt. Want het is een hartstikke leuk plein om op te spelen. Wij komen hier ook gewoon door de week om te spelen. Dus prima feest. Oké. Zou zo'n feest ook in Spangen georganiseerd kunnen worden? Wordt dat nog niet in Spangen georganiseerd dan? Nee. Dat is hartstikke jammer, want daar moeten ze natuurlijk ook gewoon zo'n leuk feest hebben. Oké, dank u wel voor het interview. Graag gedaan en veel succes. Dit was Sheriff van Siwi TV. Hoe lang wordt dit feest al georganiseerd? Het is nu de 4e keer dat wij dit organiseren. Ja? Het is wel de 5e jaar, maar in 5 jaar het is ons gelukt 4 keer dit feestje organiseren. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Nou, er zijn in totaal doen 750 kinderen mee. In de ochtenduren deed al groep de bovenbouw, vanaf groep 5 tot en met groep 8. En in de middaguren doen de onderbouw mee. En al de spelletjes zijn in principe gebaseerd op het thema Schoon en Heel. En na de spelletjes, wij gaan gezamenlijke tussendoortjes genieten. En na het tussendoortje gaan wij ook gezamenlijk optredens doen. Omdat de kinderen op school hebben allerlei activiteiten gevolgd om van afvalmateriaal muziekinstrumenten te maken. Dus ze mogen zo meteen straks presenteren hun voorstelling. Ja. En de scholen hebben samen wijkregels gemaakt. Ja. Wordt daar vandaag nog iets mee gedaan? Ja, vandaag staat het, de regel Schoon en Heel centraal. En al de activiteiten zijn rondom Schoon en Heel ontwikkeld. Van recyclespel tot vuilniszakkenrace tot de puzzel. En natuurlijk de freestyle, wat helemaal niets met de Schoon en Heel te maken heeft, maar het is gewoon leuk. Oké. En wat vindt u zelf van het leukste feest van... Ik vind het hartstikke leuk dat een van de onderwerpen is sowieso ook het tasjes ontwerpen. En waarbij al de wijkregels staan opgeschreven. En iedereen kan netjes zijn eigen boodschappentas zo meteen even bedenken. En als het goed is gaan al de gezinnen met dat boodschappentas naar de winkels toe. Oké. En zou u zo'n feest ook in Spangen georganiseerd kunnen worden? Nou, waarom niet? Het zou wel kunnen. Al de scholen, al de organisaties. Het kan. Oké, dank u wel voor dit interview. Ja, graag gedaan. Dit was Sheriff van Siwi TV. Wie ben jij? Ilaida. Wat voor feest is dit? Bospolderpleinfeest. Weet je ook wie dit heeft bedacht? Nee. En wat ben je nu aan het doen?
pizza's maken. Vind je het hier leuk? Ja. Oké, wat is het leukste wat je hier kan doen? Dansen. Oké. Dankjewel voor het interview. Hallo, ik ben Sheriff van Siwi TV. En wie bent u? Ik ben Wilma van der Wende en ik loop stage bij Delphi Opbouwwerk. Oké, wat voor werk doet u? Ik studeer. Ik doe de opleiding sociaal-cultureel werkster. Oké, en waarom bent u hier? Omdat ik het heel leuk vind om met kinderen te werken. En omdat ik stage loop en dan moet je overal aan meewerken. Hoe lang wordt dit feest dan georganiseerd? Ik geloof dat het dit jaar voor de vierde keer georganiseerd wordt. Oké, en de scholen hebben samen wijkregels gemaakt. Worden die hier ook iets mee gedaan? Ja, het gaat ook over schoon, heel veilig en over de wijkregels. Een heleboel spelletjes zijn daarop aangepast. Ik doe met een aantal kinderen hier tasjes tekenen. En dat gaat over de wijkregels. Dus dan mogen ze iets moois tekenen of schrijven als ze dat kunnen. Oké, en wat vindt u zelf het leukst van het feest? Ik vind het leukste van dit feest dat iedereen gewoon een hele gezellige dag heeft met elkaar. Oké, en zou zo'n feest ook in Spangen georganiseerd kunnen worden? Nou, ik kom zelf uit Spijkenisse en ik werk hier nog maar heel kort. Maar ik denk dat zo'n feest overal wel georganiseerd kan worden. Oké, dank u wel voor dit interview. Graag gedaan. Dit was Sheriff van Siwi TV.